welkom bij de making of Hello Dolly, de Broadway musical comedy. In deze serie nemen we u mee in het creatieve proces van deze gigantische voorstelling. Wist u bijvoorbeeld dat er achter de schermen al ontzettend hard gewerkt wordt? We gaan het u allemaal laten zien. En het wordt me toch mooi? Welkom bij alweer de vierde aflevering van Hello Dolly, The Making Of. In deze aflevering kijken we bij de repetities, zien we hoe het decor wordt opgebouwd en verhuizen we van de studio in Almere naar Theater De Meerpaal in Dronten. Daar gaan we! We zijn druk aan het repeteren in de studio's in Almere. Hier repeteren wij 4 weken. Nou, Aloy, dus alle praatjes te spijt, alles gaat gewoon door. Natuurlijk, wat jij wil, baas. Dan ga ik gewoon terug naar New York. Help ik een handje hier, ik help een handje daar. Oh, moet dat zien? Ja. Hello Dolly zit vol prachtige choreografieën en hiervoor zijn Daan en Eline verantwoordelijk. Mijn naam is Daan Wijnands en ik ben de choreograaf van Hello Dolly. En ik ben zijn associate choreograaf Eline Vroon. En wat is precies een associate choreograaf? Iemand die ook mee choreografeert in het hele proces. Voor ons is dit 2 jaar geleden zowat begonnen. Ja. Dat de vraag kwam om dit te gaan doen. Ik zit vaak in de voorbereiding qua gesprekken met de regisseur, met de producent, wat daar het idee voor is, voor deze productie. Dan komen wij bij elkaar, dan gaan wij zitten en dan komt eigenlijk ook Eline met heel veel frisse input. We zijn in oktober begonnen met het voorwerk, met z'n tweeën in de studio. Dat filmen we allemaal, daar hebben we geleerd om meteen... Gelijk filmen, want het zit nog niet in je systeem. Met 14 opers. Het goede is van de repetitieperiode is dat we op ware schaal hebben gerepeteerd. Ja. Dus de vloeroppervlak is precies hetzelfde wat we nu hebben. Wat er moet gebeuren van nu tot aan de première is ook dat ze gaan spelen. Dus we hebben het materiaal wel aan ze gegeven. Ze weten dus de bewegingen, de choreografie. En wij zijn alle twee heel erg van het inhoudelijk dansen. Dus dat ze het spelen. Dat er niet alleen maar een dansje op het toneel is. Wat ik leuk vind, is een mix van dansers en acteurs, zangers. En ik vind het leukste moment eigenlijk als die drie disciplines bij elkaar komen. Het een uitdaging vinden om te doen wat ze doen. Dat ze het leuk vinden wat we hun hebben gegeven. En als ze dat dan overnemen en het dus naar een hoger plan tillen, dat vind ik eigenlijk het allerleukste. En dan denk ik van, dat is ook wat wij, we stoppen er zoveel energie in. En als zij het dan overnemen, daar word ik heel gelukkig van. Ja hoor, daar komt hij. Daar is hij hoor. Heerlijk. De bus. We zijn in Dronten. De repetities in de studio zitten erop en we gaan verder in het theater om te monteren, zoals wij dat noemen. Maar ik loop te hard van stapel, want voordat wij het theater binnenkwamen, waren onze technische collega's al in het theater voor de opbouw van het decor. Ontmoet Misha. Ik ben Misha Pet, ik ben technisch manager van Hello Dolly. Dat houdt eigenlijk concreet in dat ik de complete voorbereiding van A tot Z oppak op het technische aspect. Vorig jaar in januari werd ik benaderd voor dit project. Je begint dus eigenlijk met een idee vanuit een producent van dit willen we gaan produceren. Dan worden daar de juiste ontwerpers bij gepakt. Die gaan allemaal ideeën maken hoe ze wat willen hebben. En dan is het daarna aan mij eigenlijk om ook te zorgen dat het allemaal haalbaar is. Dat de juiste materialen er komen. Dat het decor wordt gemaakt zoals de decorontwerpster het graag wil hebben. Maar ook zodat het constructief kan. Voor een toerende productie is het echt een hele flinke grote voorstelling geworden. We zijn de afgelopen dagen met ongeveer 20 mensen elke dag van 10 tot 10 aan het werk geweest. Om alles kloppend en passend te krijgen. Glenn en Daan hebben natuurlijk in de repetitiestudio's de basis gezet voor de cast. En wij hebben dat dan eigenlijk de afgelopen week hier zo de basis gezet op het hele technische aspect. En dan vanaf morgen gaan we die twee samenvoegen en zorgen dat het één passend kloppend geheel gaat worden. We zijn in het theater. En wat doen we op zo'n eerste dag in het theater? We praten heel veel.
word ik welkom geheten. Hartelijk welkom in de Meerpaal. Ik vind het te gek dat jullie hier zijn. En we dachten, dat gaan we laten zien. Met een leuke taart. We gaan op de foto. Smile. We zien voor het eerst de kleedkamers. Hallo. Hallo. En we zien voor het eerst ons decor. En dat is altijd een magisch moment. En dan doen we ook nog de safety check voor alle gevaren op het toneel. Op het moment dat de fiets erop komt rijden, gaat deze plaatje dat hier zit, gaat synchroon mee op. Dus als je hier loopt, wees alert, want dat ding zoeft voorbij. Wees ook alert als je bezig bent en we zijn in een queue bezig. Je hebt een keer gezien, dat ding komt op je af. Hij weegt bijna 3 ton, dus wees voorzichtig. En dan begint de montage. En dat ziet u in de volgende aflevering. Dit was het alweer. In de volgende aflevering neemt Ger Otte u mee. Hierin gaan we kijken bij de montage. Is de generale repetitie en hebben we onze allereerste try-out. Tot dan!